Er kreeg vandaag nu weer eentje in het Parool. Hè? Het is allemaal de schuld van Wilfred Gené. Allemaal de schuld van Wilfred? Ja, kijk, hier staat er weer als kop boven. Dus natuurlijk de opmerking van Gené. En iedereen pakt het een beetje over. Kijk, mijn kinderen vinden dit trouwens niet meer leuk inmiddels. Nee, ik snap ook wel dat ze daar misschien een klein beetje van schrikken. Van wat als jij nou... Het is natuurlijk een grap bedoeld van René, voor de duidelijkheid. Ja, maar er waren ook andere media die gisteren schreven... was het de fout van Jizzegus of van NRC. René? Ja. Ja, want uiteindelijk ging het daar gisteren ook over in de Tweede Kamer. Die campagneleiders, een aantal daarvan, wezen toch wel naar jou. Die zeiden, ja, je hebt de leiding, je was veel te los... Je liet het wantrouwen groeien door steeds te zeggen... gelul, het is gelul, het is gelul. Ik heb één keer gelul gezegd. Ik heb één keer gezegd. Het kwam wel in de buurt. Ik heb één keer gezegd, toen die ene man reageerde... heb je er wat aan? Vroeg ik aan in de gast. Harm was dat, geloof ik? Harm uit Budel, ja. Toen vroeg ik, Harm, kun je er wat mee? Hij zei, nee, ik kan er helemaal niks mee. Nee, je kan er ook niks mee, hè, wat die politici zeggen. Maar de essentie ervan is ook een beetje... kom eens concreet... Cut the bullshit, weet je wel. Kom eens een keer met echte opmerkingen. We hadden dus wel een aantal vragen ook waar je eigenlijk... zoals dat woonprobleem, iedereen is het er wel over eens... we moeten meer gaan bouwen en er moeten meer sociale huurwoningen bij. Maar uiteindelijk zijn die verschillen heel erg klein... en kun je in zo'n debat die verschillen ook niet heel erg benoemen... en moet je eigenlijk ook een eerlijk antwoord geven... van ja, dit gaan wij niet op korte termijn oplossen. Dat deden ze meerdere keren. Dus jij wordt dan verweten van... je laat het wantrouwen groeien door jouw houding. Mm-hmm. Ik denk dat in ons debat we ook wel een aantal keren... politici eerlijk antwoord hebben laten geven. En dat dat ook wel belangrijk is. Ja, wat ik vooral belangrijk vind op zo'n moment... dat je de mensen echt even te zien krijgt hoe ze zijn. Ook in hun emotie. Ja. En zeker als ze niet in staat zijn om zelf zich te controleren op zo'n moment. Vind ik dat best opmerkelijk. Ja, zeker. Dan zit je te hoog in de emotie, te hoog in je spanning. En dan laat je jezelf ook een beetje zien. En dat levert in mijn ogen altijd net iets meer spanning op... dan als je ga je het volgende keer anders doen? Ik heb geen flauw idee. Ik zat onderweg hier naartoe te denken... we hebben natuurlijk wel dat gekakeld door elkaar heen gehad. Mm-hmm. Wat mij ook wel leuk lijkt, is als je één op één... dat je wel de grote vier uitnodigt. Dat je het misschien wat langer doet. Want uiteindelijk, de tijd die we hadden... het was volgens mij 75 minuten. Maar daar ben je echt heel snel doorheen met vier mensen. Je kan ook... Gelukkig wel, ik moest mijn zoontje nog van het voetbal halen. Ja, dat we één op één debatten doen. Dat lijkt je leuk. Dat lijkt mij. Nee, maar met die grote vier. En dat je ze gewoon... Nou, zeg het maar. Wat vind je niet goed aan het programma van de ander? Oké, maar dat je ze dan echt de aanval laat openen op elkaar. Eigenlijk wil jij het doen, begrijp ik. Ja, zeker. Ja, nee, dat merk ik al aan je inderdaad. Dus je bent eigenlijk nu aan mijn stoelpoot aan het zagen. Ja, maar dat ben ik al jaren toch? Dat is wel waar, ja. En het feit dat je nog met me wilt zitten is ook al opmerken. Want niet zo lang geleden nog weet ik dat jij midden in de uitzending opeens dit tegen me zei. Nee, maar echt een lul ben jij. Er is ook niks van gelogen, nee. Toch? Wat ben jij een lul, zei je toen opeens. Je was boos hè, op dat moment. Ook, woedend was je. Jij bent ook echt een lul. Is dat zo? Je komt er ook vooruit. Dat maar is mooi. Wat maakt mij zo'n lul dan? Nou ja, waar ging het ook weer over? Over het feit dat ging over goed nieuws vandaag. Ja, dat die nieuwe show. Ja, en ik zei toen in de reclame tegen jou... Nou, ik ben blij dat je niet aan me vroeg... Wat jij ervan vond. Ja. En dat had ik natuurlijk nooit tegen jou moeten zeggen. En zodra die uitzending begint, zeg jij... Wat vind je eigenlijk van goed nieuws vandaag? Ja. En toen zei je dus dit, hè? Nog één keer. Nee, maar echt een lul ben je. Ja, maar er gebeurt tenminste wat. En dat vind ik zo belangrijk bij een tv-programma. Dat er altijd wat gebeurt. Dus bij jou zeker, ja. Hoe zie je dat voor jezelf dan? Hoe ga jij dat in de toekomst aanpakken dan? Nou, het mooie van VI vind ik wel die losse vorm... die jullie hebben gevonden. Ik zou, als ik zelf een programma zou maken... zou ik geen zwarte mannen met lange lullen laten zien. Nee? Het is wel iets te plat. Ik zou, plat? Zou niet helemaal bij mij passen. Merel vindt het fantastisch. Ja, maar dat is Merel. En Raymond vindt het ook fantastisch. Nee, Merel... Hij komt net aanlopen. En Raymond houden we ervan. Ja, daarvoor doen we het ook. We doen het niet omdat we het zelf grappig vinden. Nee, dat kan niet. Maar jij gaat het meer als je vader doen. Weer strakker, vingertje zo wijs, onmiddellijk mensen moeten stil zijn. Nee, maar kijk, wij hebben onze eigen manier. Merel en ik hebben ook onze eigen manier gevonden in die politiek. Toch ook wel een beetje brutaal hier en daar. Mm-hmm. Dat past ook wel bij mij. Die wilde ze wel een beetje mogen laten uitpraten toen hij net die overwinning. Jongens. Jongen, zat er zo kort op, maar geef die wel ruimte. Heel erg mee, hè? Hij was gelijk geïrriteerd. Hij was gelijk boos op je. Dat belooft wat voor de komende jaren. Ik denk dat hij ook nog vervelende persconferenties gaat geven als hij premier wordt. Je denkt niet dat het zo'n leuke premier gaat worden? Nee, natuurlijk niet. Dat zie je. Dat zag je gelijk. Ja, wordt het een lul? Nee, dat zeg jij. Nee, vraag aan je. Het wordt een lul. Nee, maar ik denk dat hij... met veel vervelende vragen voor journalisten. Ik denk dat hij daar niet zo goed mee om kan gaan als Mark Rutte dat deed. Oké, wat hij dus nu al die tijd heeft gedaan was één groot spel. Dat charmante, dat was even noodzakelijk om dit binnen te halen. Dat is voor nu. En dan straks wordt hij weer zichzelf. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.